Hoi, dit is Stiekva van Gezin op Reis en ik ben nu in Metz. Waarschijnlijk ken je Metz wel, ben je er wel eens langs gereden op weg naar het zuiden van Frankrijk. Maar wat is er nu eigenlijk te doen in de stad zelf? Nou, dat gaan we dit weekend ontdekken en dat laten we je natuurlijk zien. In Metz zijn best wel veel kerken. Het is echt wel de moeite waard om even naar binnen te lopen. Zo heeft deze bijvoorbeeld glas- en loodramen die gebaseerd zijn op Afrikaanse maskers. We zingen zalm. Die heeft een zalm. Er is in Metz ook een binnenmarkt waar je vis kunt kopen en een hapje kunt eten. En nu zijn we een relaxed boottocht aan het maken in Metz. En als je die een week van tevoren reserveert, kan je er zelfs bij picknicken. Metz is echt een hele groene stad. Ik zit hier nu midden in de stad en daarachter me zit een rijker te chillen. Nou, hij vliegt echt net weg. Hier gingen mensen vroeger in bad. Ja, in de rivier. Ja, nou niet in de rivier, maar hier in het Stadsmuseum. Kan je het zien? Dat waren onze 2 dagen in Metz. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat hier te doen is. En tot de volgende keer.